Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je via schermopname eenvoudig een instructiefilmpje voor je leerlingen kunt maken. Iedereen kent de kracht van herhaling. Als een leerling vastloopt tijdens het maken van een som, is een herhaling van de uitleg soms de oplossing. Voor dat doel kan je zelf een handig instructiefilmpje maken op je iPad. We gaan eerst de schermopnamefunctie toevoegen aan het bedieningspaneel. Zo heb je de opnameknop altijd in de buurt. Open op je iPad eerst de instellingen. Scroll in het menu van instellingen naar beneden tot je bedieningspaneel in beeld hebt. Klik daarnaast op het plusje. De schermopnamefunctie staat nu in het bedieningspaneel. Open de app Notities. Start de schermopname door op je iPad het bedieningspaneel naar beneden te swipen en tik op Schermopname. Geef vervolgens de uitleg van de som. Ben je klaar met je uitleg? Haal het bedieningspaneel weer naar boven en stop de opname. Jouw video staat tussen je foto's opgeslagen op je iPad. Knip in foto's het begin en het einde van je video. Je video is nu klaar. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.